Het plaatsen van 150 tijdelijke containerwoningen op 3 verschillende plekken in Leiden blijkt ruim 1,2 miljoen euro duurder te zijn uitgevallen dan begroot. Het project is bijna 100% duurder geworden. Ja, hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat is iets wat we nog nader willen gaan uitzoeken. Maar we hebben als college geconstateerd dat er een enorme overschrijding zit. Dat is natuurlijk uiterst mate ernstig. We hebben daar vandaag via een brief de raad van op de hoogte gesteld. En geven in die brief ook aan dat we op 1 mei hopen meer te weten uit het onderzoek waar het nou precies in zit en hoe het zo heeft kunnen gebeuren. Vooral het ervoor zorgen dat de locaties geschikt werden gemaakt voor woningen valt flink duurder uit. Een groot deel van de kosten lijkt er nu op heeft te maken met bouwrijp maken en woonrijp maken van het gebied. Dat zijn al snel hoge kosten natuurlijk en dat telt al snel hoog op. Maar dat we daar achteraf met zo'n groot bedrag worden geconfronteerd, dat heeft ons ook verrast. En dat is ook een van de redenen waarom we daar goed onderzoek naar willen doen. De wethouder wacht een lastig debat met de gemeenteraad. Dat zal ongetwijfeld geen makkelijk gesprek worden. Dat is ook wat het college echt... We vinden het zelf ook heel ernstig wat er is gebeurd. En we kunnen ons voorstellen dat de raad dat ook vindt. En ook alle ook terecht dat een raad daar vragen over zal hebben. Die zullen wij zo goed mogelijk proberen te beantwoorden vanuit het college. Het is nog niet geheel duidelijk waar het extra geld vandaan moet komen. Dat zal het college en de raad moeten bekijken op wat voor manier dat zou kunnen gebeuren. Dat is even hun probleem. Nou, dat is ons probleem. Hè. Dat is ons aller probleem. Dus dat voelt voor mij ook nog wel voor mij een probleem. Ook al ben ik straks misschien geen onderdeel meer van het college.